weer een beetje lucht en een beetje adem. Lekker. En je nou maar gewoon van de drank afblijft en van de cocaïne. Ja. En, zullen we stad in gaan? Yes, we zijn weer onderweg. Dit keer gaan we naar Wim Kieft. Hij heeft twee boeken geschreven, ik heb ze allebei gelezen. Interessant verhaal. Dus ja, was een goede voetballer vroeger. Topscorer geweest van Europa en zo, dus die kon wel wat. Maar hij vindt het allemaal maar niks dat hij dat is geweest en zo. Dus best wel apart. Maar ik ben benieuwd naar zijn verhaal en ja, we gaan kijken wat hij te zeggen heeft. Yes, ciao. Met Haar. Even die versnelling. En het duel van het doelpunt van Kieft. Maar de inleider is toch weer nummer 14, Johan Cruijff. Nee. Niet die tas, dat is heel belangrijk. Wat zit erin? Geld. Geld, ja? Ja, helemaal mooi. Vol, helemaal vol. Dat is mooi, hele tas van geld. Wel zwart. Ja, dat is het belangrijkste. Ja, nee, je moet alles afstaan, ja, de belasting. Envelopjes. Nou, wat gaan we doen? We gaan even een rondje rijden, hè? Dag, jongen. Moet je afzetten? Ergens? Nee, hier. Oh, sta, ben met de fiets. Ja, we gaan gewoon hier op het stadion rijden. Ja, is goed. Maakt mij niet uit. Moest je, zijn ze je knie aan het zoeken? Niet schuiven. Nee, ik heb echt getraind nu. Train je nu? Ja, ik train nu. Ja, oké. Okay. Nou, niet veel, een half uurtje. Ben je bezig al? Ja, neem maar op. Gezellig. Dat is mooi, hè? Ja, nee, ik heb net getraind. Maar ja. Waarvoor wil je afvallen of zo? Nou ja, ik moet er wel een beetje. Kijk, als ik zo zit, ja, dan komt hier toch ja, wel. Ja, maar vooral als je, weet je, bij dat werk wat ik doe. Ja, werk, maar dan. Ja, met vreten. Ja. Je zit. Kijk, je zit gewoon thuis. Net alsof je thuis zit op de bank, zit je naar die wedstrijden te kijken, ja, daar bij het Ziggo. Maar ze zetten er steeds maar hapjes neer, dus je blijft maar vreten. Ja, je blijft pakken automatisch. Ja. Gewoon hartstikke vet word je daar. Oh, dus je bent gewoon echt weer een beetje aan het trainen. Nou, nee, maar gewoon, weet je, het is ook een beetje bezigheidstherapie. Ja. Nee, ik bedoel, cardio doe ik niet. Dat kan ik niet met mijn knie. Nee. Ik moet gewoon een kunstknie. Oh ja? Vooral dit, hè? Die moet gewoon een kunstje. En ja, nee, dus die. Maar er is nogal een verschil tussen een hele of een halve. Als je echt een hele, dan ben je echt gewoon een hele kunstknie. Dan ben je gewoon een half jaar aan het revalideren, volgens mij. Ja. Hé, hey, kijk eens nou, zeg. Hé, hey, wie ja, is dat dan? Ja, wie is dat niet vertellen. Zelf terugrijden? Zij traint daar. Oké. Okay. Zij, ja. En, daarom train je daar ook? Nou ja, nou, dit is niet de sportschool van de mooie vrouw. Nee? Nee, dat valt wel mee. Nee, dat valt reuze mee, hoor. Maar dan moet je meer in Amstelveen zijn en zo, denk ik. Al. Amstelveen, ja, ben je. All sport. Ja. Ik ben daar een keer geweest, ik was daar ook lid. Oh, en dan ging de sauna daar. Oh, je ging ook in de sauna? Ja, naakt, hè, gewoon alles. Ja, ach, ik heerlijk. Ga niet in de sauna, joh. Ja, maar ik wel. Maar ik, luister, dan ging ik naar Apeldoorn, was ik ging verhuizen naar Apeldoorn. En toen ging ik daar naar de sauna ook. Dus ik loop zo met mijn handdoekje om. En ik ga zo zitten in die sauna. Ik zit daar met blote snikkel. Iedereen die kijkt me aan. Was dit dan wat een gek, hè? Had ze allemaal een korte broek aan en een bikini. Was gewoon, mocht niet. Oh, niet, ja. Ik kreeg een rode kop, jongen. Nou ja, maar ik heb het ook wel eens gehad. Ging wel naar een sauna. En dan sta je daar een beetje aas. Dan zie je allemaal, sta je in je blote kont. Dan staan ze allemaal naar jou te kijken. Ja, dat is ook niks. Nee. En naar je vrouw. Ja. En naar je vrouw staat ze te loeren. Ja, lekker dan allemaal. Ja, ik vind dat ook niet. Ik vind dat niet helder. Nee. Nou, wat ik zeg, nou, dat zit in echt te wachten. Als ik nu naar de sauna ga, dat doe ik op zo'n, dat is zo'n dag, weet je wel. Dat je met badkleding aan moet. Ah, ja. Want eerder zaten ze ook de hele tijd te kijken naar mij. In Apeldoorn. Ja, in Apeldoorn.
dan had ik dat programma, weet je, op televisie. Ja. En dan gaan ze toch naar je kijken. Van, even kijken wat die, wat, ja, die, wat die heeft hangen. Of niet heeft hangen. Ja, of niet, ja, heeft hangen. Ja. Van best tegen. Ja, met zijn grote bek altijd. Ja. Grote lul. Maar hij is gewoon een grote lul. Ja, ja, ja. Maar gaat goed wel met je, hè? Jawel, gaat goed, man. Ja, gaat hartstikke goed. Nee, ik heb heel druk gehad met het boek, natuurlijk. Ja. Moest er veel... je moet wel een beetje publiciteit aan geven. Ja, tuurlijk. Want anders... Dan ziet niemand het boek liggen. Dus dat is allemaal wel gegaan. Maar dan word je op een gegeven moment ben je er ook wel een beetje klaar mee, moet ik zeggen, hoor. Ja, hè? Voor de Duitsers een keer gaat... Zo'n lezing of wat? Gaat uitleggen of zo. Ja. Weet je, dan hoor je op een gegeven moment wel jezelf een beetje... Maar goed, ja, dat hoort er allemaal wel bij. En weet je wat dat is? Kijk, je kan het heel mooi maken. En natuurlijk is het natuurlijk ook commercieel. Ja. Allemaal. Als je dan een boek maakt, dan hoop je ook dat het een beetje verkoopt. Tuurlijk. Maar... Het was wel, het verhaal op zich, weet je, het eerste boek was natuurlijk heel heftig. Ja. Met, ja, wat, hoe het allemaal fout gegaan is en wat je allemaal meemaakt, ja, noem maar op. En dit was dan wel leuker om te doen. Ja, want het, ja, ja. Het gaat weer wat beter. En dat zie je wel, dat merk je natuurlijk, aan je financiën bijvoorbeeld, maar ook gewoon je relaties weer goed. En je hebt weer werk, weet je, en dat gaat allemaal gewoon aardig. Je hebt een doel, zeg maar. En we zijn naar Italië geweest. Ja, en dat ik was heb je boek wel... gelezen, allebei. Ja. Ik heb ze allebei gelezen. Ja. Oh, ik zat de hele avond tegen die... Ik denk, nou, Kief, Wim, Wimpie. Ja, nou, ja, je hebt ons zo dan... uit, hoor. Ja, klopt dan, ja. Ik heb ze allebei gelezen. Ja. Dus... Maar dat Italië, dat was wel echt heel leuk. Kijk, jij bent ook in het buitenland geweest. Ja. Maar omdat je bent maar aan het voetballen, weet je. En een beetje teleurstelling, ook een beetje blijheid. Ja, geniet niet. Nee. En dan kwam ik terug in dat Pisa. Nou ja, de eerste keer dat ik in Pisa kwam, dat was echt na 35 jaar. Ja. En dat was in december, het regende, jongen. Het regende. Nee, het heeft vier dagen alleen maar geregend. Dus toen was het nog niet dat ik er nou echt vrolijk van werd of zo. Denk je, jezus, het ziet er hier uit, hè. Maar toen gingen we weer terug, zo in mei of zo, nog een keer. Het is toch wel, als je in het buitenland bent, is het ook dat weer, in Italië, weet je, dat weer. Ja. Dat roept toch ook wel weer herinneringen op, of zo. Dus dat was echt hartstikke leuk. Dat was eigenlijk het leukste onderdeel, althans voor mij, om te doen met dat boek en zo. Maar dat je nog wel zo geadoreerd wordt daar, hè? Nou ja. Ja. Dat je het veld op ging, je moet het veld op. Jawel, maar je moet wel voorzetten, het is wel Pisa of zo. Ja, natuurlijk. Maar het was wel, weet je, dat is niet Inter Milan of AC Milan of Juventus of noem maar op. Nee, nee. Maar dat was wel heel leuk, maar het was ook wel gewoon echt, het was wel echt. Ja. Mensen vonden het echt leuk. Je hebt hier nog wel eens, als je zo'n huldiging moet doen, mensen denken, nou ja, we klappen maar voor die eikel. Want dat is zo onbeleefd als we dat niet doen. Ja, ja. Maar dit was wel, althans, ik voelde het wel zo. Dus het was hartstikke leuk. Ja, dat was mooi. En dat Pisa, maar Pisa was helemaal niks. Nee. Daar staat een toren. Ja, die staat scheef. Die staat scheef ook nog. En verder was daar gewoon in die tijd. Kijk, je hebt die omliggende. Het is bij het strand. Weet je, als je een beetje 20 kilometer rijdt, zit je aan het strand. Maar daar was gewoon helemaal niks. Er was ook één koffiebar. Ja, wel gewoon die koffiebar. Ja. Een Italiaanse bar. Maar niet wat je denkt, ik ben 23, 22. Ga lekker, gaan we eens kijken wat gezellig is of zo. Nee. Dat was er helemaal niet. En die zoon van die Adolfo? Ja, dat was wel een mannetje, ja. Adolfo! Adolfo, ja! Normaal, hè? Ja, hoe verzin je het, hè? Ja, hoe verzin je het? Daar ben je wel echt ver heen, ja. Ja. Maar ja, die voorzitter, dat was echt zo'n klassieke voorzitter. Ja. Die, betaalde, zie je? Of niet? Ja. Ja, yes, ze hebben Inter. Inter. Jij werd altijd betaald. Moratti zat er toen nog. Moratti zat er toen. Die bulkte van het geld. Ja. Maar deze bulkte helemaal niet van het geld. Die deed of hij van het geld. Ja. En die, nou goed, die was ook afhankelijk van die inkomsten van die club. Dus zat je gewoon maanden op je geld te wachten. Oh, dan kreeg je wel, checks. Dat was toen nog met checks gewoon. Dan kreeg je dan. Die mocht je dan. Dan stond er een datum op, zeg maar. Over 3 maanden is hij inwisselbaar. Oh, ja. Niet gelijk. En dan kreeg je weer een andere. Die was er over 5 maanden inwisselbaar. Alleen, over het algemeen waren ze niet inwisselbaar. Nee. Want dan stond je daar bij die bank. En dan zeiden ze, ja, sorry. Er staat geen geld op die rekening waar je het vandaan moet halen. Ja. Maar hij betaalde wel de premies. En die betaalde dat, die wel? Dat deden ze. Ja, maar bij Pisa
valt te weinig premies te betalen, want je wint nooit. Nee, je blieft altijd. Dus dat was best wel wat je maamde hard, weet je. Dat je dacht van, jezus, weet je, je kwam er wel uit, want je verdiende best wel, als je geld kreeg, kreeg je meer dan genoeg. Ja. Maar dat was wel even wennen. Kijk, in Nederland is het allemaal goed geregeld en niks en al. Nou ja. Oké. Zoiets. En, in die, mag dit omlaag? Ja, tuurlijk. Dan zie je me dan niet meer. Wat is dat dan met dat lichtje hier? Zo'n spiegeltje. Dan zie je vrouw zeker de hele dag in te kijken. De hele dag, joh, met die dikke lippen van haar. Ja. Oh, kijk eens, Wim. Dat is wel een leuke, hoor. Handhaving. Oh jeetje. Je mag mij wel een keer in de boeien slaan. Als je ons tweeën ziet, dan gaat toch al een alarmbel af, denk ik. Van, Kijk. Die zit nou, de hele stoel is nat. Of ze denkt, die ene is die van de mijne, die is niet goed bezoofd. En die andere is drugsverslaafd, die moet hem ook een beetje in de gaten houden. En het dure auto komen ze eraan. krijgen zo boete wij van haar. Ja, wat is dit dan? Het is gewoon... handhaven. Oh, dit is handhaven. Ja, die mogen je niet arresteren. Nee, hè? Nee, joh, die mogen je niet arresteren. Ben je wel eens gearresteerd? Ja, een paar keer. Maar dat was... een paar keer, ja. Altijd met alcohol. Ja, alcohol op. Of ja, zeg maar gewoon, omdat je mee moest naar het bureau. Ja. En dan zat je... Dan moest je ook een paar uur vast voordat je aan de beurt was voor het procesverbouw. En toen ging ik schreeuwen dat ik, toen was ik natuurlijk dronken, toen ging ik ook nog schreeuwen dat ik claustrofobie had. Wat ik wel een heel klein beetje heb, maar zo erg was het allemaal niet. Nou, dat vonden ze ook heel irritant. Okay. Dat hadden in Spanje een keer, met op vakantie. Of was het Spanje, was het Frankrijk? Ja, in Frankrijk had ik ook, ben ik ook gearresteerd. Ah joh, met die kutte alcohol. Ja, gaat het gek, hè? Nou ja, weet je, op een gegeven moment was dat, weet je, al de problemen die ik heb gekregen eigenlijk, kwamen wel door die alcohol. Ja. Of ruzies, ik ben helemaal niet van ruzie. Maar op een gegeven moment kreeg ik altijd een rare gozer, vervelend ook, op een gegeven moment. Nou, dan kwam die cocaïne er nog bij, weet je, dus dat was niet meer gezellig. Nee, natuurlijk nee. Ja, ik weet het ook, ik heb het ook gedaan. Dus. Oh, je hebt het ook gedaan, ja. Een klein beetje maar. Ja. Een klein beetje, nee, maar dan ga je rare dingen doen, want dan denk je dat je alles aan kan en zo. Ja, dan, je bent jezelf niet. Nee, het loopt helemaal uit de hand, finaal. Op een gegeven moment, weet je... In het begin is dat natuurlijk allemaal Waar ga je eigenlijk heen allemaal? Terug naar het Olympisch Stadion. Hoe ga je dan? Over de snelweg? Ja. Oh ja. Is dat goed? Of ja, ik kom uit Amsterdam. Ik weet de weg, hè? Ja, jij weet de weg. Ja, maar ik ga gewoon zo. Ik moet een beetje We zijn nog niet klaar. Nee, anders ben je te snel terug. Jij wil weer snel weg. Ik denk, ik rijd er even omheen. Waar waren we nou met dat verhaal over die... Cadiz. Over Cadiz met... ik heb dat gelezen in je boek, die discussie. Dat vond ik zo mooi. Ja. Ik had precies een beeld erbij dat jij... Ja, jongen, je weet helemaal niet waar ik het over heb. Cadiz. Mooi, hè? Ik zat in Cadiz en... daar was ik op vakantie. Ja. Met mijn toenmalige vriendin. En... Ja, ik was een beetje gewoon... Ik had moeite met die alcohol, want ik was wel... Eigenlijk gestopt, maar ik kon dat toch allemaal niet zo goed handelen. Dus ja, ik begon daar weer gewoon als een gek te drinken. En mijn vriendin had zoiets van, weet je, zoek jij het lekker uit. Net weg gaat, hè? Alle vergaren. Ja, denk je wel niet. En toen... maar ze had een heel lief een bakpasje voor me neergelegd. Ja. Want ik moest wel ergens van leven natuurlijk. Ja. En dat bankpasje was niet geactiveerd in Amsterdam. Oh. Dus daar sta jij, denk je, nou, ik ga pinnen. Ja. En zegt dat ding, nee, ik geef je geen geld. Nee, nee. En ik had nog wel wat geld in mijn zak. Alleen ja, dat geld dat raakte natuurlijk op. Dus toen belde ik Michel van Egmond of hij even €3000 wilde overmaken. Ja, deed hij dat? Nee, dat deed hij niet. Nee, dat deed hij niet. Oh, daar had iemand gebeld, hè? Ik had iedereen gebeld, maar ze wisten natuurlijk donders goed allemaal dat ik er weer helemaal aan het verkloten was alles. Wat Jansma, was hij jou op gaan halen? Kees, ja. Nee, John van Vliet. Oh ja, Kees Jansma, die dat is een goede vriend van me. Ja. En die had ik ook gebeld. Ik had iedereen gebeld. Ik weet niet eens met wie ik gebeld heb. Ik was gewoon straalbezopen. Ja, je wilde gewoon Ik heb daar alleen maar gefrituurde inktvisjes zitten eten, gewoon 5 dagen.
en witte wijn gedronken. En dat was in een bar van een oud voetballer van Real Madrid. Dat was Juanito. Oh ja, ja. En die je die kent, dat was een kleine dribbelaar. Zeg maar jaren 70. Hele goede speler. Ja, ja. Ook in de nationale helft gespeeld. Ja, goed. En op een gegeven moment was mijn geld op. En ik mocht dat hotel niet meer in. Waar, ik weet niet wat. Ik weet god niet meer waarom. Ben je eruit gegooid, hè? Ik denk het. Oh. Ja, ik denk het. Maar ik weet het echt niet meer. En toen ben ik me op de strand gaan slapen. En toen... Ja, jezus, maar dat was wel echt een dieptepunt, moet ik zeggen. Ja, ik denk van, jezus, mina weer, weet je. Ja. Ik kan er gewoon niet mee omgaan met alcohol. Ja. En dacht, nu dan? Nu, nog, nu wel of niet? Nee, ik ben nu 4 jaar... Eigenlijk, dat was de laatste keer. De, de ene laatste, daarna heb ik nog 1 keer gedronken. En toen had ik... ik ben nu, dat is nu 4 jaar. In december is het 21 december. Ja. 4 jaar... nou ja, helemaal clean van alles. En dan gaat het wel een stuk beter, moet ik zeggen. Okay. Dat helpt wel als je niet drinkt als je ook alcoholist bent. Ja, 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 tuurlijk. Ja. Ja, dat, dus met alles clean. Ook, neuk ook? Neuk, nou ja, maar dat wordt wel minder. Dat wordt wel minder al die jaren. Ja, ja. Je hebt gewoon een vriendin, toch? Je hebt toch een vriendin? Ja, moeder van mijn kind. Daar ben ik ook. Verleen, hè? Verleen is mijn dochter, die is 9. Ik heb nog 3 grotere kinderen natuurlijk. Ja. Robin, Mathieu en Mauri, die zijn allemaal 25 tot 30, zijn ze. En nog een kleintje dan van 9. Ja, goed, met de moeder ben ik nou weer samen. Mooi. Gelukkig. Gelukkig, ja. Jawel, echt gelukkig. We hebben ook iets, zeg maar, als je dan naar huis kan gaan, weet je wel. Woon je samen? Ja, nou, we gaan nu samen wonen. Okay. We hebben samen een huis gekocht. Oh, mooi. En dat is ook wel weer, weet je wat je hebt? Op mijn leeftijd, ik ben 56 nu. Natuurlijk, een aantal jaren ging het niet goed. En als je dan 56 bent en weet je, er ligt weer een hele wereld voor je open. Zo kun je een beetje sentimenteel, maar het is wel zo. Ja. Dan heb je ook wel weer levensenergie, krijg je dan van. Het werk gaat goed. Ja, dat is mooi. Als je positieve met die kinderen. Dingen. Ja, en je moet een beetje geld verdienen. Want, weet je, ik heb zoveel van die gasten ben ik tegengekomen natuurlijk die dezelfde verslavingsproblemen hebben als ik. Ja. Maar als jij geen perspectief hebt, gewoon met werk, want ze hebben allemaal schulden, ze zitten allemaal in de schuldsanering. Voetballers bedoel je ook? Nee, van die mensen die die daar, kliniek, kliniek van de verslag. Ja, voetballers ook. Ja, ja. Ik weet er alles van. maar als jij dus helemaal geen perspectief hebt van werk of en je blijft in de schulden zitten, ja. Je kinderen willen je niet meer zien omdat je net verder bent gegaan en ik ben gegaan, weet je, dat kom je allemaal tegen. Ja, dan is de verleiding natuurlijk ook wel weer makkelijk om weer. Want je denkt, ja, ik krijg de pest. Ja, je zoekt het maar uit, morgen weer een dag. En nu dan allemaal. Ja, en dan ga je natuurlijk helemaal. Ja. Dus ik was er nog net bij, en die precies nu we bij het Olympisch Stadion zijn, heb ik. Maar het is goed dat je dat rondje nog maakte. Ja, dat was, ik wist het wel. Op het einde kwam altijd het mooiste. Je wilde nog even die gevoelige staan. Ja, die wilde ik even pakken. Einde, nee, maar dat vind ik wel mooi. Nee. Heerlijk, dat is mooi, man. Nee, maar het gaat hartstikke goed momenteel. En heb je nou een contract bij Ziggo? Je mocht niet bij tafel. Nee, ik heb bij Ziggo toen de tijd getekend. Yeah. Want ik kon daar, weet je, bij al die andere zenders weer freelance. Ja, okay, maar omdat ik toen net uit de schulden was, had ik wel zoiets van, nou, ik moet nu wel zorgen dat ik gewoon elke maand keurig mijn centjes krijg, weet je. Dus, maar goed, als je dan exclusief gaat, dan krijg je wel iets meer. Maar dan ben je exclusief, dan kun je nergens anders gaan zitten. Maar dan weet je ook wat je hebt, dan heb je vast inkomen. Dat was gewoon even nodig. Ja. En nu weer een beetje lucht en een beetje adem. Lekker. En je nou maar gewoon van de drank afblijft en van de cocaïne. Ja. Zullen we stad in gaan? Want je zegt, ik heb wat bij me. Ja, je hele ding vol. Nee. Het is een nieuw huis, maar wanneer ga je erin? Nou, wij gaan verhuizen naar Haarlem. Oh, geen Haarlem, ja? Geen Haarlem, ja. Dat is ook gezellig, hoor. Nou ja, dat hoop ik wel. Haarlem, het ziet er wel leuk uit. Mooie cafeetjes daar zo. Ja, ja. Op de grote markt zeker. Ja, op de grote markt zeker, ja. Nee, we gaan naar, omdat het daar, daar is het wel wat goedkoper. Oké, ja. Amsterdam betaalt scheel, man. Dat is niet normaal. Hier is voor mij niet te betalen, althans. Nee, nu nog niet. Nu nog niet. Nog niet. Nou ja, wie weet allemaal wat er nog komt. Ja, waarom?
Maar dat was wel gezellig. Ja, nou bedankt man. Dat was gezellig. Die rustig aan. Ja. Gelijk naar huis. En die kookboer bellen. Ja. Hieronder. Ja, die weet ik. Zie je, jongen. Ja, rustig aan, bedankt. Ja, ik spreek je groetjes. Dank je. Vergeet die tas met geld niet. Tas, ja. Zie je, bedankt. Marcel. Doei. Ja, dat is Wim. Gewoon een heel eerlijke kerel. Hou ik wel van en geen blad voor de mond en het is wat het is. Mooi vent, het is mooi om te zien dat het weer goed met hem gaat. Ik gun ik hem ook, ik heb zijn boeken gelezen wat ik al zei. Hè. En top vent gewoon. En bedankt voor het kijken. En we gaan weer door naar de volgende jongens met z'n allen. Ciao!